Uiteindelijk kijken er een heleboel Forrest Gump fans. Want die braces, die hulp, die steunbraces van jou, die hadden gewonnen. Dat, ja goed, het is een beetje een treu. Nee, het was omdat je aan het zeuren was en gewoon jij mensen in een rolstoel. Je wil mensen in een rolstoel laten zitten. Nee, je bent gewoon een beul. Een botte beul. Ik blijf er gewoon volledig bij dat het krankzinnig is dat die steunbraces van jou winnen boven een pak met een armcannon. En dat, dat zegt iets over de mensheid. Je bent echt een sore loser. Over de wereld waar we in leven. Je bent een sore loser. Dat sowieso. Goed, dus we gaan het nog een keer proberen. En ja, ik heb het daar mezelf niet makkelijk in gemaakt. Nee? Nee. Waarom verbaast me dit niet? Nee? Nee. Weet je wat ik heb? Gaan we het zien. We gaan het zien, ja. Ja, kijk, normaal gesproken... Je hebt iets meegenomen, hè? We hebben weer een keertje deze keer. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Het is heel erg nieuw, maar het is Apple. Nou ja, dat maakt niet uit. Nee, maar het is... Kijk, die iPad en de iPhone, dat is een beetje lame, want dat is... Dat zijn de grote producten en dat weet iedereen. Mm-hmm. Maar nou, dit is ook wel... Oh, dan weet ik het al. Ja, mag je weet het al. Ja. Het is al een grote release ook, want het is een populair apparaat. Maar het is een interessant apparaat omdat het als productgroep een beetje in een interessante periode zit op het moment. Eens. Het is uiteraard natuurlijk nieuwe iPod Touch. Ja, dat dacht ik dus ja, al. Dat is een leuke, vind ik, om te bespreken. Nee, cool. Dan ga ik eventjes vertellen wat ik heb meegenomen. Het is de roze, ja. Maar dat, ik bedoel, je bent ook een hipster en je hebt een fictiebike. Dus ja. dat mag. Wat ik heb meegenomen is eigenlijk iets heel simpels, maar eigenlijk ook heel tof. En dat is een toetsenbord. En dan zal je zeggen, ja, toetsenbordje, whatever the fuck. Want het zit ook nog eens een snoer aan. How special is this? Het is in principe het schoonste toetsenbord wat je maar kunt krijgen. Het is de Logitech K310. Ik ken hem. En daar ga ik straks meer over vertellen. Ja. Ook een stylish toetsenbordje. Ik ken hem. Jammer. Ja, alright. Dus ik zou zeggen, bars los over je iPad. Ja, ik was een beetje, iPod, een beetje afgeleid. Die misschien eigenlijk zijn beste tijd wel gehad heeft. Wat vind jij? Nou ja, dat valt te bezien. Wat natuurlijk het ding is met de iPod Touch, is dat het is simpelweg de populairste MP3-speler ter wereld. En inmiddels is het natuurlijk eigenlijk al lang geen MP3-speler meer. Nee. Want dit is ook inmiddels 's werelds populairste portable gaming device. Serieus? Ja. Oké. Okay. Ja. Dit is nieuws. Geef ik ruiterlijk toe. Ik weet dat dit ding absoluut nog steeds heel populair is. Tenminste, nog steeds. Je moet er ook met dat soort ogen naar kijken. Hoeveelste generatie is dit? Is dit niet de vijfde? Nou ja, goed. Maakt niet uit. Mijn tijd loopt. Ja. Het punt is met toetsenborden en iedereen die ook maar een toetsenbord heeft, en ik neem aan dat als je nu achter een computer zit, dat je er een hebt, doe eens even dit. En kijk wat voor tyfuszooi eruit rolt. Het schijnt dus zo te zijn dat toetsenborden 5 keer smeriger zijn dan je gemiddelde play. En dan zit je dus de hele dag met je vingers zit je erop. Ja. En dit toetsenbord is de schoonste, want je kunt hem gewoon afwassen. Ja. En met water dus. Ja. En dat is toch wel pretty uniek. Oh, je hebt de sticker nog. Ja, de sticker die haal ik er net vanaf. Oké, cool. Ik heb hem wel al mogen testen bij Apple zelf, maar nu dus eentje om uit de doos te halen. Ik zet ook gewoon meteen de tijd aan. Maar oké. Okay. Nee, we hebben geen discussie. Oh ja. Ik ben gewoon 30 seconden nu aan het vertellen wat hier verder nog vet aan is. Oh, dit is nieuw. Dat, ik mag hier dus niks aan... In tegenstelling tot de vorige iPod Touch hebben ze deze keer wel een aantal van de features van de nieuwe iPhone volledig overgenomen. Mm-hmm. En het belangrijkste is het beeldscherm. Want die vorige generatie die had net zoals de iPhone 4 destijds en de 4S dat Retina scherm. Maar het was niet dezelfde kwaliteit scherm. Dit is 1:1 hetzelfde scherm als uit de iPhone 5. Oké. Okay. Dus ook de beeldverhouding is nu meegegaan. De beeldverhouding is meegegaan en de prijsverhouding ook? Nee, daar zal ik je zo over vertellen. Ja, oké. Okay. Nou, dat is prima. Zeg maar, hè? Zijn mijn 30 seconden ingegaan? Ik heb hem al lang aangezet. Ik denk, ik zeg dit, niks. Dit is eigenlijk een beetje het scenario, hè? Zo. Dat je gewoon, dat je gewoon lekker aan het gamen bent, zo. Echt, hoeveel... Mm-hmm. Hoeveel van die knulletjes hebben we wel in World of Warcraft gespeeld? Ah, fucking noob! Ja, gewoon... You're so gay! Weet je? Het is gewoon echt nergens voor nodig, dit. Je had ook gewoon kunnen zeggen dat je hem kan afwassen, dan was je er ook geweest. Ja, maar dat gaan we straks doen. En ik heb een goed excuus om een zootje te maken in studio.
Die ik niet ga opruimen. Ja. Maar goed, ik heb mijn dingen weer aangezet. Uh-huh. Wat ik al zei, je hebt nu een 32 en een 64 gig uitvoering. Ja. Hetzelfde scherm dus. De camera en de processor die erin zitten zijn niet vergelijkbaar met die van de iPhone 5. Ze hebben de iPhone 4S hardware ongeveer gebruikt. Oh, waarom is dat? Voor de prijs? Dat is altijd. Met die vorige Touch zat het er ook één generatie achter. Okay. En het is inderdaad de prijs, want... Maak maar af. 299. Serieus? Ja. Dat vind ik wel steep hoor. Vergeleken met 600-700 voor een iPhone. Ja, maar ja, goed. Het hele grote probleem is natuurlijk... Dat je tijd al loopt. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Dat betaal je dus ook voor een ander portable gaming device. Ja. 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 Dubieus. Nu doen we even gewoon een knipje. Dubieus? We doen nu even een knipje. En dan zie je mij gewoon de boel afwassen. Dat hoef je niet te zeggen dat we doen, dat zien ze gewoon. Ja. Zo werkt het met video. Maar dat doen we straks. Monteren we dan? Nemen we straks dan even op. Ja, dat hoef je er ook allemaal niet bij te zeggen. En dan zie je gewoon van, oh man, you can rinse it. You can rinse it off really fast. Mm-hmm. Er zit ook een heel leuk borsteltje op trouwens, op de achterkant. Ja. En dan kan je al die troep, kan je er gewoon tussenuit. Ja, nu dus niet meer, want nu heb je dus het borsteltje verkloot. Nee, maar die kan ik ook. Ik heb ook zo'n borsteltje. Wat een zootje. Ja, precies. Wat het ding natuurlijk is, is dat je als je gewoon normaal met je toetsenbord omgaat, als je hem gewoon afneemt, wat ik, weet je, iedere week doe en gewoon niet dit soort shit erop mors. Jij neemt hem af. Ja. Jij gaat nu beweren dat jij een van de weinige personen op deze wereld bent wiens keyboard niet 5 keer ranziger is dan de Play. Dat weet ik vrij zeker. Ja. Ik heb en zo'n borsteltje, alleen dan veel groter. Zo eentje die je kan uitschuiven. Ja. En ik heb gewoon thuis stromend water en doekjes en dat soort gekkigheid. En dan kan ik op het moment dat ik bijvoorbeeld een keer mijn bureau schoonmaak, kan ik ook mijn toetsenbord afnemen. Maar even los daarvan. En weet je wat? Weet je hoeveel mensen er zijn met flexwerkplekken? Je weet wat dat zijn, hè? Ja, 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 ja. Hoe vaak denk je dat die gewoon keurig een toetsenbord schoonmaken? Nou, nee, als je zo'n smetvrees hebt, dan neem je je eigen toetsenbord mee. Nee, maar het gaat niet om smetvrees. Het is ook goed voor de weerstand, hè? E. coli-bacteriën en shit. Het is goed voor de weerstand. Anders dan word je zo iemand als je een keer in de bewoonde wereld een voet buiten de deur zet, dat hij meteen ziek is. Dit toetsenbord kost maar 4 tientjes. Ja. Hij typt als een malle, want het zijn echt fijne toetsen. Maakt niet uit hoe vaak je hem afwas, want dit is allemaal erin gegraveerd. Heb je niet zoiets van, je kan ook €40 uitgeven aan een toetsenbord met een andere functionaliteit dan, weet je, rekening houden met het feit dat je een enorme jostie bent. En gewoon af en toe je toetsenbord schoonmaken en dan andere features in je toetsenbord kiezen? Ja, vind ik een beetje vergezocht. Hey, maar genoeg over de toetsenbord. Ik geef er uiterlijk toe dat ik dit een mooi ding vind. 299 is bij de vorige generatie al. Is diep, maar kijk, je zegt het is een gaming device. Dat koop je ook voor 299 in vorm van de Nintendo en Sony varianten. Ja. Alleen dan heb je dus niet de App Store met alle games. Heb je ook niet je andere apps die hierop staan. Je WhatsApp, je FaceTime. Je kan redelijk communiceren hiermee, Skype. Ja. Maar hoe overbodig is dit apparaat als je eigenlijk al een smartphone hebt? Dat is een beetje de vraag. Nou, dus het is eigenlijk niet gewoon iets voor het kinderen. Het is overbodig, ja, onder andere. Maar ook als jij gewoon een goedkoop Android-toestel hebt of iets anders en je wilt toch ook een portal naar de App Store, dan kan je dat gebruiken om te bellen en dit voor al je fun shit. Het is overbodig als je een iPhone hebt, als je een recente iPhone hebt. Ben ik met je eens? Ja, nou, in ieder geval voor de mensen die zoiets hebben van, hé, wacht even, ik draai mijn toetsenbord nu om en die kloppen hem uit. Ik denk dat ze zich wel realiseren dat... Dat ze gewoon viespeukers zijn en wat vaker hun shit moeten wassen. Dat sowieso. Ja. Maar dat dit een ideale oplossing voor ze is. Okay, want gamers zijn ranzig. Dat zullen we zien. Geruid. Het is geen gamers toetsenbord ook. Vies volk. Dickhead. Je kan ook gewoon... Je kan niet toch prima op gamers, zei ik niet. Ja, maar je kan ook gewoon minder vies zijn en een gamers toetsenbord houden. Gamers zijn gewoon ranzig. Ik zal wel een keer een echt toetsenbord meenemen.